Meer dan 30 jaar geleden waren er eigenlijk al sportscholen. En eigenlijk werd het advies van training gegeven door diegene met de grootste spierballen. Toen ben ik eigenlijk vrij snel met de eerste sportaccommodatie begonnen. Wat inmiddels zo'n 24 jaar geleden is. Waarbij eigenlijk het uitgangspunt was dat we eerst gingen kijken, wat heb je in huis? Ten tweede gingen we kijken, wat wil die klant? En ten derde, hoe gaan we nou een mix maken van die ingrediënten om uiteindelijk een succesvol recept te krijgen waar mensen mee aan de gang gaan. En ons motto is, we willen de mensen zo goed mogelijk en zo lang mogelijk begeleiden, zodat ze qua leefstijl zo lang mogelijk ook fit van hun leven kunnen genieten. Onze aantrekkingskracht daarbij is ook dat wij geven aandacht aan de leden. Wij hebben de visie en de missie om de mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en aandacht te geven bij het behalen van hun doelstelling. Ik ben van mening dat Medical Vision zich in de toekomst gaat onderscheiden, omdat wij ons vooral richten op aandacht voor de klant. Dus wij willen vooral ons bezighouden met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, om die aan te kunnen bieden aan de klant. En inhoudelijk gezien vinden wij dat de trainingen veel beter op maat gemaakt kunnen worden voor iedereen. Niet alleen maar voor mensen die personal training nemen, maar ook voor mensen die gewoon vrij trainen. Dus wij gaan ons vooral door de professionele begeleiding en natuurlijk de prachtige locatie waar we zitten onderscheiden van andere sportaccommodaties.